Goedemorgen, welkom bij de Dag van de Stad. Het thema is Wie durft? En dat vraagt natuurlijk wel wat haaks leg. Normaal gesproken zit je tussen de vier muren. Maar het is ook wel goed om af en toe even uit die bubbel te komen en weer nieuwe verhalen en perspectieven te horen. De stad heeft een ziel. Ja, we zijn hier bezig met een ontwerpatelier en we kijken naar de toekomst van de regio Rotterdam-Den Haag. Ja, ik vond het zeker leuk. Je zag met welke ideeën mensen komen. Het belangrijkste vind ik eigenlijk gewoon dat je met andere gemeentes spart. Steden hebben wel de opgave om ongelooflijk veel dingen tegelijkertijd te realiseren. Ja. Ik zie wel echt lichtpunten als het gaat over bijvoorbeeld de city deals die we maken. Dat doen we met verschillende ministeries en steden en maatschappelijke partners. En het is best uniek dat u hier met zoveel bestuurders bent, ook kriskras door elkaar. Bezig met een duurzame dakenjacht. Dat elk Haags dak of groen is, of er staan zonnepanelen. Ja, World Forum die had er zin in. Het Rijk wilde meehelpen. En daarom konden we hier samen, je ziet het, een heel groot stuk mooi sedumdak neerleggen. Putje Kusha, daar ga ik heen. Ik ben mensen aan het koppelen voor een bliksemstage. Dus zo help je elkaar om de stad mooier en sneller en beter te maken. Maar daar staat Ficit Vim Virtus. En dat betekent dat moed overwint brute kracht. Eigenlijk wel, en dat heeft ook met lef te maken, dat we meer diversiteit en meer gewoon rare, aparte, leuke mensen kunnen aantrekken. Ook gewoon om het verhaal groter en mooier te maken. Ik wil een oproep doen om stedenbouw eigenlijk weer cooler te maken. Ik heb leuke dingen gezien, leuke dingen gehoord. Wat ik het meest geslaagd vond, is dat het echt over durf ging. Het durf dromen over hoe kan de stad beter. We'll be right back.